4 inzichten voor de docent. Vaardigheden om je cursisten nog meer te laten leren. Vraag je jezelf wel eens af hoe je cursisten aan het denken kan zetten over hun eigen handelen? En hoe je kunt zorgen dat ze de stof echt in de praktijk brengen? Ik ben Paul Schelters en werk voor NOC-NSF als docent en opleider van docenten. De laatste jaren heeft de hersenwetenschap aangetoond dat het klassieke idee van de docent als alwetend orakel niet de beste manier van opleiden is. Wat dan wel? Ik wil je graag meenemen in de 4 inzichten voor de docent. 4 vaardigheden die je kunnen helpen om je te ontwikkelen tot een nog effectievere docent. Structureren, stimuleren, individueel aandacht geven en regie overdragen. Het is belangrijk om je les te structureren en duidelijke instructies te geven, zodat de contacttijd goed wordt benut. Natuurlijk bereid je je inhoudelijk goed voor, maar effectief onderwijs begint bij de cursisten. Vraag ze wat hun ervaring en voorkennis is, wat ze komen halen en pas je les daarop aan. Stel jezelf de vraag, welke opdrachten en oefeningen zijn voor hun praktijk relevant? Gebruik bij die opdrachten en oefeningen steeds dezelfde 3 stappen. Laat ze analyseren, wat deed ik? Evalueren, wat was het effect daarvan? En ontwerpen, hoe kan ik het de volgende keer nog beter doen? Op die manier activeer je denkprocessen die maken dat ze de leerstof echt gaan toepassen. En dat wil je toch? Stimuleer je cursisten door zelf enthousiast te zijn en nieuwsgierig te zijn naar wat hen beweegt. Dat zorgt voor een betrokken groep. Benadruk daarnaast de positieve dingen die je ziet gebeuren en geef opbouwende feedback door het positieve effect van hun handelen te benoemen. Als je dat doet, zie je het plezier en zelfvertrouwen groeien en daardoor leren mensen sneller. Als je wilt dat je cursisten actief leren, ga dan uit van de 80-20-regel. 20% van de tijd vul jij en 80% is de groep zelf actief bezig met de lesstof. Niet jij, maar de cursist moet aan het einde met het zweet op zijn rug zitten. Geef de cursisten individuele aandacht, zodat wat ze doen aansluit bij hun praktijk. Dus laat ze vanuit hun eigen ervaringen en ideeën tot ontwikkelpunten komen. En zet ze in 2 of 3 talen aan het werk, met een voor hen relevante praktijksituatie. Door te werken met kleine groepjes komt iedereen aan het woord en wordt ieders denken geactiveerd. Laat bij elk onderdeel iedere cursist eerst individueel nadenken en noteren. Dat maakt de akkerzaai rijp. Het brein staat aan. Draag zoveel mogelijk de regie over. Want zelf keuzes mogen maken, houd de luikjes open en houd mensen actief. Dus laat de cursisten zelf tot oplossingen komen. Zelf vaardigheden oefenen en reflecteren op elkaar. Hoe meer tijd zij zelf bezig zijn, des te meer ruimte jij hebt om vragen te stellen die hen uitnodigen tot nog dieper nadenken. Geef ze de ruimte om vanuit hun eigen praktijk door te analyseren, evalueren en ontwerpen tot een eigen plan te komen. Je zult zien dat jouw cursisten tot een adequate eigen aanpak zullen komen. Dus laat de uitvoerder de bedenker zijn, want niet jij, maar zij moet het plan in de praktijk gaan brengen. Misschien denk je, interessant al die inzichten. Maar hoe doe ik dat in mijn praktijk? Ook ik heb gemerkt dat het verleidelijk is om je eigen kennis en ervaringen centraal te stellen. En je vast te houden aan je PowerPoint-presentatie. Zie het als een leerweg. En probeer steeds op je eigen lessen te reflecteren met behulp van de 4 inzichten. Stel jezelf steeds de vraag, wat voor docent wil ik zijn? En hoe kan ik dat bereiken? Ga naar 4inzichtendocent.nl voor praktische informatie en tools om een nog effectievere docent te worden.